Dit is de best kneedbaar schuimzeep. Oh, lekker dit. Dus het is wel jarig. Hey, hoi. Ik ben Marloes. Superleuk dat je kijkt naar een nieuwe Action Shoplog. Vorige keer hebben we 37 cadeautjes onder de 2 euro gekocht voor Sinterklaas. En dat vonden jullie zo leuk, en ik ook, dat we ditzelfde eigenlijk gedaan hebben voor kerst. Dan cadeautjes onder de 5 euro. En ik heb jullie vorige keer natuurlijk gevraagd, wat moet ik voor kinderen kopen? Want ik vind dat zelf best lastig. Jikki en Anna, jullie hebben me hele goede tips gegeven. Slijm en leuke gummen. Knutselspulletjes, kleurboekjes, voorleesboek en waterverf. En ik kan je alvast verklappen, ik heb een hele tas vol cadeautjes gekocht. En slijm en gummen zitten er zeker bij. Deze hele tas vol zijn dus allemaal kerstcadeaus onder de 5 euro. Laten we beginnen. Het eerste cadeau is dit. Dit is een set om zelf chocolademelk te maken. En niet zomaar chocolademelk. Dit is namelijk met Smarties. En ze komen met een mok waar dan een leuke tekst op staat. Dit is toevallig Yum Yum. Ik vind dit extra leuk, want hier kan je op dit labeltje schrijven voor wie het is. Dus van voor. Zo, dit is echt een gigantische lijst. Dus dit wordt wat om het op te zoeken. Maar ik denk dat ik hem al heb. 2,95 €. Hier heb ik het dus al heel lang met verschillende mensen over. Nou, je kent het wel, dat je echt helemaal gek wordt op je werk. Dat je e-mail na e-mail krijgt en echt denkt, nou, nu moet het ophouden. Dan helpt deze anti-stressknop. Het is namelijk een enterknop die je kan bevestigen aan je computer. En dan kan je gewoon keihard oprammen. Dus al je frustraties map je er gewoon uit op deze USB-knop. Kijk hoe leuk dit is. Een echte enterknop. Oh, ja, je kan wel echt flink rammen hierop. Gewoon keihard. Leuk! €2,99. Dit vind ik zelf echt een topper. En ik heb hier een beetje een nostalgisch gevoel bij. Want dit hadden wij vroeger namelijk thuis. Een familieagenda is het. Met allemaal verschillende kleurtjes. En hier kan je dan de naam zetten van het familielid. En wat je aan het doen bent op die dag. Ziet er gezellig uit. En is mega handig. Ik denk dat heel veel mama's en papa's hier heel blij mee zullen zijn. €1,99. Dit is één van jullie tips en daar ben ik heel blij mee. Het kostte minder dan een euro. Volgens mij is dit een gummetje wat je zelf in elkaar kan zetten. Nou, daar gaat hij hoor. Ik vind het best wel spannend. Ik ben heel benieuwd wat erin zit. Yes, Mickey zelf. Nou, zet hem zo in elkaar. Nou, hoe schattig is dit? Kijk, het is een poppetje en daar kan je dan mee gummen. En in elke doos zit dus een verrassing. Als in, je weet niet wie je gaat krijgen. Leuk om ze allemaal te sparen voor kindjes. Voor de hippe papa's onder ons heb ik deze Baker Boy hat geshopt. Het is een pet. Ja, dat ziet iedereen. Het is een pet. Dit is dus een pet die je ook heel veel voorbij ziet komen in de serie Peaky Blinders. Misschien kijk je dat wel. Ik heb het zelf eerlijk gezegd nog nooit gezien, maar ik kreeg wel deze tip. Eigenlijk is hij voor mannen, maar ik vind eerlijk gezegd dat vrouwen er ook prima mee wegkomen. Dit fashion item kost €2,79 uit mijn hoofd. €2,49. Nog goedkoper zelfs. Oké. Ik heb dus dit geshopt naar aanleiding van een tip die ik de vorige keer kreeg. Dat het een heel leuk idee is om voor huisdierenbaasjes een cadeautje erbij te doen. Dit is een superleuk kattenspeeltje met een belletje. En Rudolf hangt hier gezellig voor. Moet ik het hier houden? Ik vind het helemaal leuk voor je kat. Deze leuke kattenaccessoires kost 89 cent. Dit is er eentje die ik eigenlijk voor iedereen zou shoppen. Want het is een pad om draadloos je telefoon op te laden. Deze kost maar... Ik zoek even de dure dingen op mijn lijstje, want dit was een van de duurste. €4,89. Moet je nagaan. €4,89 is eigenlijk het duurste item wat ik heb geshopt. En dan kun je je telefoon dus draadloos opladen. Oh, dit is leuk. Tadaa. Stop de pet in het stopcontact. We zijn eruit hoor. Je moet de pet in het stopcontact stoppen en je telefoon gaat er draadloos op. Nou, dit kost normaal echt veel en veel en veel meer. Dus ik ben blij dat Action dit heeft, want super handig als je je telefoon even neer wil leggen, maar toch gelijk wil opladen. Wat ik hier heb, is een sieradenhanger. Dit is dus in de vorm van een oog. En ze hebben er nog veel meer in een ananasvorm en in een diamantvorm. En ik pak hem even uit, zodat je hem beter kan zien. Hier achterop zit een oogje. Daarmee kan je hem aan de muur bevestigen. En hier hang je al je kettingjes of oorbellen. En aan deze stekels, of hoe noem ik dit, wimpers zijn het in dit geval, kan je dus ook allemaal sieraden kwijt. Oh jongens, het zit vast. Hoe krijg ik dit voor elkaar echt? Sieradenhanger met spiegeltje. €1,98. Als je dat vergelijkt met andere winkels, dan is dit toch echt helemaal niks. Dit is een van mijn favorieten. En dan denk je misschien, hé Getver, wat saai. Maar ik vind notitieboekjes dus echt een van de allerleukste dingen die er zijn. Want ik kan niet zonder to-do-lijstjes in het leven. Anders gaat het ene oor in en het andere oor uit. En als dingen echt belangrijk zijn, dan schrijf ik ze op voor mezelf. Gedachten, to-do-lijstjes of gewoon leuke herinneringen. En ik heb dus thuis ook een hele la vol met allemaal leuke
notitieboekjes. En dit vind ik wel echt een hele leuke om cadeau te doen. Want hij heeft een hele trendy ribstof. Dus echt zo'n zachte stof die je nu ook heel veel in kleding ziet. You are your only limit. Hij heeft van dat lekkere dikke papier met lijntjes. Notitieboek A5 met ribstof. €1,99. En dit is een badspons. Dus deze kan je meenemen in bad. Superleuk voor kindjes. En ook eigenlijk gewoon voor volwassenen. Want hoe gezellig is het als dit op je wacht in de badkamer? 44 cent. Eentje voor de sportievelingen onder ons. Of voor degene die hun hond uit gaan laten. Ook handig. Maar laten we het houden bij de sportievelingen. Een duo mode LED clip. En die kan je dus op je kleding clippen. Zodat je zichtbaar bent in het donker. Dit is echt chill. Chill, jezus, hoe oud ben ik? 12. Dit is gewoon super handig voor mensen die in het donker willen hardlopen. Of die andere goede voornemens hebben dat ze buiten gaan sporten. Duo modus LED clip, overal aan vast te klemmen. Het kostte 99 cent. En dit is gewoon een leuk cadeautje voor iemand die je graag weer terug wil zien na zijn hardlooprondje. Dit is echt zo'n fijn item. Je zal wel denken, Marloes, wat heb jij in godsnaam geshopt? Want wat is dit voor stoms? Maar ik kan je vertellen, dit is dus 10 minuten langer uitslapen in een heel lelijk jasje. Want dit is een antivorstdeken en dat leg je over je autoruit heen. Dan bevriest de ruit als het goed is niet. Dus dit is ideaal voor deze winter. In het eerste opzicht niet een heel gezellig cadeautje, maar geloof mij, dit is echt een topper. Dit is een beetje een inside joke, maar ik denk dat er meer mannen zijn zoals mijn vriend. Mijn vriend weet namelijk nooit wat hij moet vragen voor kerst, voor zijn verjaardag, voor Sinterklaas. Maakt allemaal niet uit. Hij vraagt altijd douchegel, want dat is iets wat hij elke dag gebruikt. Dit is een douchegel van Dolph. Ik vind deze heel fijn ruiken. En het is ook altijd ook wel fijn als je vindt dat je vriend lekker ruikt. Deze heeft mineralen en salie. Stom verhaal, gewoon lekkere douchegel. Oh, heb ik dat dingetje er nog erbij? Hallo mensen, ik ben er weer. Wat erg dit. Ik krijg er helemaal warm van. Dit is dus een warme knuffel. Niet als een knuffel. Ja, het is wel een knuffel, maar ik bedoel meer een warme knuffel. Als je iemand een warme knuffel cadeau wil doen, je stopt dit ding in de magnetron. En dan kan je dus knuffelen met dit warme diertje. Hoe lief is dat? Hè? Oh ja, het ruikt naar lavendel. Wow, dit is lekker. Ik opereer hem even. Dus als je hem in de magnetron doet, dan ruikt het lekker rustgevend naar lavendel en kan je knuffelen met dit diertje. Patty's warmteknuffel, €3,79. Voor, ik ging bijna dames zeggen. Dames is ook zo bejaard. Voor vriendinnen of voor je moeder of eigenlijk wel maakt het uit voor wie, is dit een heel leuk cadeau. Ik zou ze zelf namelijk heel graag cadeau krijgen. Dit zijn oorbellen in verschillende varianten. Deze oorbellen, die ogen dus super chic. Ze kosten maar 99 cent per stuk. Dit is toch echt bizar. Dus voor bij het kerstdiner, super mooie oorbellen voor nog geen eens een euro. Tijd jongens voor het slijm. Even back to the, wat is het? 90's? Want toen was ik zo oud. Oh mijn god, zo oud. Dit was dus een van de tips. Die had ze ook in allerlei andere varianten. Onder andere met Spider-Man. Maar Paw Patrol is leuk voor zowel jongens als meisjes, denk ik. En daar zit dus geel slijm in. Hoe krijgen die kinderen dit er ook uit? Gadverdamme. Nou, slijmerig is het wel. De kinderen zijn hier dus uren zoet mee. En het kost echt niks. 69 cent als ik het goed heb. Dit meen je toch niet? Dit is vies. Vies. Mijn hele bonnetje zit onder het slijm. Disney slijm in potje. 69 cent. Dit is echt te ranzig voor woorden hoor. Oh ja, dit vond ik vroeger echt top. Wacht. Sorry, ik ben echt 12, denk ik. Ik neem het terug. Oh. Nou, leuk. Oké. Okay. Dit is een leuk cadeautje voor liefhebbers van pittig eten. Dit is namelijk een setje met hete sauzen. In 3 verschillende soorten. Cajunpeper en Louisiana in chipotle. Chipotle, ik weet niet hoe ik dit uitspreek. Chipotle. Pittige saus, milde pittige saus, pittige saus. Nou, pittig dus. Dit setje met hete sausjes kost €1,99. Dit vind ik stiekem dus zelf ook nog heel leuk. Maar eigenlijk is het dus voor kindjes. Het is een set waarmee je je fiets kan versieren. Onder andere spaakreflectoren, diamantstickers, een stickervelletje en decoplakband. Dus zo kan je je fiets helemaal versieren zodat jij er blij van wordt. Dit is echt wel het nadeel van zoveel shoppen hoor. Emoji-fietsversiering, 99 cent. Dit is dus helemaal een hit nu in Beautyland. Het is een jade roller en daarmee kan je dus donkere kringen rondom je ogen verminderen en het werkt ontspannen op de huid. En blijkbaar krijg je er ook een mooiere kaaklijn van. Dus dit is gewoon eigenlijk een wonder toeltje. Ik heb het zelf nog nooit gebruikt.
Maar ik heb er wel heel veel goede verhalen over gehoord, dus ik ben heel nieuwsgierig. Oeh, het voelt wel lekker trouwens. Oké. Die kleine is voor onder je ogen. Ik deed natuurlijk weer helemaal verkeerd. Dit is voor onder je ogen. En hij voelt ook best wel zwaar. Dus hij is goud met zijn echte jadekleur. Ik geloof niet dat het echte jade is, denk ik. Dit meen je niet. Materiaal? Natural jade. Dus het is wel jade. Nou, hallo jongens. Ik ga even door, want ik vind het dus heel lekker eigenlijk. Had ik niet nooit verwacht. Betty's Jade Roller gezichtsmassage. €1,99. Oh, lekker dit. Next in de rij met allerlei leuke cadeautjes voor... Nee, wat zeg ik eigenlijk? Dit is handgel. Dus van dat antibacteriële hand... Zo, lastig woord. Antibacteriële handgel. Oh, dit is echt heel chill. Chill, zeg ik het weer? Oh mijn god, dat moet ik echt afleren. Dit ruikt echt naar karamel. Wat een uitvinding. Heel lekker. Leuk. Het kost minder dan €1. Ik heb geen zin om helemaal deze lange lijst te kijken. Minder dan €1. Oeh, ik merk dat ik wel heel veel me-time moment dingetjes heb geshopt. Namelijk ook dit minerale badzout. Superleuk voor onder de kerstboom of het cadeautjespel. Maar ook heel erg leuk als je iemand gewoon een hart onder de riem wil steken. En een lief cadeautje wil geven wat niet veel kost. Dit zout gooi je dus in een warm bad en het lost op. En deze heeft vanille, macadamia en honing. Lekker. Dit is de best, denk ik, van deze hele shoplog. Althans, degene waar ik het meest benieuwd naar ben. Dit is namelijk kneedbaar schuimzeep. Dus wat een feest is het om hiermee in bad te gaan. Kneedbaar schuimzeep, gebruik als zeep en kneedvormen. Staat niet op of ik het met water moet gebruiken, dus ik ga kijken of ik het nu hier kan proberen. Oh, oh. Ah. Oh, hoe vet is dit? Dit is lekker. En het ruikt echt mega lekker naar iets van bosbessen of zo. Nou, dit is geweldig. Voor kindjes, maar eigenlijk gewoon voor iedereen. €1 nog wat kostte die. €1,59 of zo. Oké, nou, heel erg creatief ben ik niet. Maar ik heb er wel een hartje van weten te fabriceren. Hij kost €1,49. Eentje onmisbaar voor de kerstoutfit is natuurlijk een leuke accessoire. En ik hoop dat ik het een beetje fatsoenlijk op mijn hoofd nu zet. Maar deze diadeempjes zijn nu natuurlijk helemaal hip. Ze hadden deze in allerlei varianten. Ik heb een velvet exemplaar genomen. En dan in het bordeaux rood. Ja, het is wel kerst. Lekker glitter kersttrui en een velvet diadeem. Hij kostte echt iets van €1,79, denk ik. Ik pak het bonnetje er even bij. Ah, kijk. Ze hebben hem in satijn finish met lurex, dus met glitterdraad en met velour. Nee joh, dat meen je niet. Hè? Hij kost 99 cent. Hallo, waarom heb ik er niet meer genomen? Dit cadeautje is een beetje dubbel, want eigenlijk wil je het natuurlijk niet krijgen. Maar als je wittere tanden wil, dan is het wel een heel leuk cadeautje om te ontvangen. Poeder met geactiveerde plantaardige houtskool. En dat zorgt ervoor dat je tanden dus een tintje witter worden. Ik ben heel benieuwd hoe dit werkt, maar we gaan dit in een komende aflevering een keertje uitgebreid testen. Oh, en als jij dit al hebt getest, laat even weten of het überhaupt werkt. En of je het leuk zou vinden om dit als cadeautje te krijgen. Nou, kerst is natuurlijk niet compleet zonder een drankje. Niet aan mij besteed. Eerlijk is eerlijk, dus wat zit ik hier nou te verkondigen? Maar ik denk dat heel veel mensen dit wel heel erg leuk vinden. Dit is namelijk een mix waarmee je speciale gin tonics kan maken. Non-alcoholische siroop, dus eigenlijk mixtoppers die je in de gin kan doen. Waarmee je dus een bijzonder exemplaar op tafel zet. €1,99 voor dit setje van 3. En deze kon ik echt niet laten liggen. Het is er opgeborduurd, dit dessin, met goud en zilverdraad. Super mooi. En hij ziet er wat mij betreft heel erg luxe uit voor wat hij kostte. €4,95 geloof ik. Ik lieg, hij was niet eens €4. Hij kostte €3,95. Nou, en al deze leuke cadeautjes verdienen het natuurlijk ook om leuk ingepakt te worden. En daarom heb ik deze nog meegenomen. Je stopt je cadeautje in deze tas en klaar ben je. Hij heeft een labeltje waar je dus op kan schrijven voor wie die is. En hier nog een paar glitterfiguurtjes. En deze rol met glitterpapier. Daar kijk ik nu al naar uit om mijn cadeautjes hierin te wikkelen. 1,5 meter met goud glitterpapier voor €1,19. En ze hadden hem ook in het roze en het zwart. En deze cadeautas, die kost 58 cent. Nou, super bedankt voor het kijken. Ik vond het echt heel leuk dat je erbij was. Ik vond het fantastisch om al deze cadeautjes aan je te laten zien. Volgende week zijn we er weer met een nieuwe shoplog. Maandag om 4 uur. Vergeet niet om je te abonneren. Dat is de rode knop. Want we gaan natuurlijk dit binnenkort testen. Ik ben heel benieuwd wat het gaat doen. Tot de volgende keer. Doei doei!